Vandaag aan onze microfoon, uh, Lisbeth Misdom, Lisbeth, uh, Misdom van Coloruit Groep. Eigenlijk is het zo dat bij ons duurzaamheid niet vertrekt vanuit een, een hype en een trend, iets waarop dat we even kort stop nog willen inzetten. Het is echt iets wat in ons DNA zit. Al van bij het Prilste begin, bijvoorbeeld bij laagste prijzen, was die duurzaamheid heel belangrijk. En we gaan het met haar hebben over ja, hun nominatie voor de Sustainable Retailer of the Year Award. Die award is inderdaad eigenlijk een erkenning voor de inspanningen die we dan toch uh, leveren en al lange tijd aan het leveren zijn. Dus eigenlijk willen we vooral uh, de weg die we zijn ingeslagen, uh, absoluut verder zetten en, en daar gewoon ja, steeds verdere stappen uh, nemen om tot ons eind toe te komen. Lisbeth, welkom. Dankjewel, goedemiddag. Goedemiddag, Lisbeth. Core-uit um, laagse prijzen. Uh, de core groep is eigenlijk in zijn geheel genomineerd. Uh, kun je even voor de luisteraars uh, die uh, misschien nog niet 100% op de hoogte zijn van core versus core groep, hoe zit dat nu juist? Even kort duiden uh, wie jullie als retailer zijn. Uh, zeker en vast, want het is inderdaad niet zo gemakkelijk voor de mensen natuurlijk. Je hebt Colruit Laagste Prijzen en je hebt Colruit Groep, eh, dezelfde naam, maar toch uh, is het eigenlijk zo: Colruit Groep is een familie van bedrijven. En Colruit Laagste Prijzen is dus een deel van de familie, is een grote broer, maar die grote broer heeft nog veel broers en zussen, zoals bijvoorbeeld uh, Bioplanet, Oké, OK, Dreamland en dergelijke. Dus Colruit Laagste Prijzen is uh, een van de bedrijven in het rijtje van Colruit Groep. Oké, okay, dus als jullie als Colruit uh, Groep, als familie van bedrijven bepaalde initiatieven gaan trekken rond duurzaamheid, dan heeft dat eigenlijk een, een, een veel grotere impact dan uh, core akkoord uit laagste prijzen. Alleen heeft het een, een bredere impact. Ab ja, absoluut. En, ja. en we, we gebruiken die sterkte ook uh, en dat gewicht van, die, van de verschillende onsenjes, zoals dat wij dat dan noemen, om eigenlijk dan echt wel een aantal grotere zaken te gaan realiseren. En daarnaast kunnen de aparte onsenjes, de aparte merken, dan dus eigenlijk ook wel hun stempel drukken, of specifiek. Maar we doen ook zeker veel, veel dingen samen uh, om eigenlijk ons gewicht in de schaal te leggen. Mooi. Um, Sustainable Retailer of the Year. Uh, dat is een award die de laatste jaren best wel extra lading heeft gekregen. Hè. Ik denk dat het uh, van iets uh, geëvolueerd is van iets van ja, we moeten er ook eens naar kijken, mm -hmm. naar, we kunnen er niet meer omheen en we moeten ermee bezig zijn. Hoe voelden het uh, bij jou en de collega's toen uh, die nominatie kwam binnenrollen? Uh, wij waren heel blij en, en trots eigenlijk en nog altijd natuurlijk, omdat dan eigenlijk ja, daar kruipt wel veel effort in. En, uh... Het wordt eigenlijk op die manier die award, of die, die award is inderdaad eigenlijk een erkenning voor de inspanningen die we dan toch uh, leveren en al lange tijd aan het leveren zijn. Dus uh, nee, heel trots. Ja, mooi. Uh, nu, um, jullie zijn natuurlijk niet zomaar genomineerd. Hè? Um, we zijn uh, met de jury uh, zijn er uiteindelijk is er een shortlist geweest van uh, tien retailers, mm -hmm. uh, waar jullie uh, als een van drie zijn uitgekomen. Uh, en er zijn best wel wat criteria gepasseerd. Hè? Dus uh, hoe duurzaam in de missie, visie en strategie uh, is Groep en ook de verantwoording ertegenover. Hoe duurzaam is het assortiment? Hoe duurzaam zijn zijn keuze van de leveranciers? Uh, hoe is de inspiratie richting de klant met betrekking tot duurzaamheid? Hoe gaat het bedrijf om met de bedrijfsvoering? Kortom, heel wat parameters. Uh, een van de dingen die daar voor ons uh, ja, toch wel enorm stukje uitsprong in heel dat onderzoek naar wie gaan we, wie gaan we, wie gaan we nomineren. Uh, was het uh, de EcoScore, waar ja. dat jullie um, uh, toch wel een statement zetten in de markt en echt consumentengedrag in verandering of consumentengedrag in beweging gaan zetten hè, om, uh, hen, door hen duurzamer te laten kiezen, ja, moet de hele keten volgen. Uh, natuurlijk, de EcoScore is initiatief, uh, maar als groep uh, staan jullie voor zoveel meer. Uh, Waarom denk jij uh, dat uiteindelijk jullie genomineerd zijn? Goh, uh, eigenlijk is het zo dat bij ons duurzaamheid niet vertrekt vanuit een, een hype en een trend. Iets waarop dat we even kortstondig willen inzetten. Het is echt iets, waarbij dat, echt iets wat dat in ons DNA zit. Uh, al van bij het prilste begin, bijvoorbeeld bij core prijzen, was die duurzaamheid heel belangrijk. Eerder vanuit een, een, een perspectief van kostenbewustzijn en efficiëntie, maar vaak gaan... Economische en ecologische aspecten dan wel wat samen. Als je wat moet, moet uh, zuinig omgaan met uh, de middelen en zo die je hebt, dan ga je ook zuinig om met bijvoorbeeld energie. En dan ga je kijken naar uh, energie-efficiënte diepvriezers of uh, koelkamers. Uh, dan ga je inderdaad zuinig omspringen met licht en dergelijke. Dus dat zit eigenlijk echt in ons DNA. Bij ons is dat niet gewoon... Even uh, hot en trendy. Um, maar natuurlijk blijven we ook niet vasthangen aan die, enkel aan die historische zaken waar we mee bezig waren. We proberen zeker ook nieuwe dingen te realiseren en in beweging te zetten. En die EcoScore is daar inderdaad zeker één voorbeeld van. Um, maar zo zijn er uh, absoluut nog wel, uh, wel veel meer. Mm -hmm. Kan je ons heel even meenemen in die ecoscore? Wat is het precies? Wat hebben jullie voor gedaan? En dan misschien breder van, ja, wat zijn de, de andere initiatieven die er dan bij jullie zo al lopen? Ja. Die ecoscore, dat is inderdaad eigenlijk echt wel een, een heel groot werk, waarbij dat we echt in kaart proberen te brengen wat de ecologi ecologische voetafdruk eigenlijk is van een bepaald product. En dat dan eigenlijk in een score te gieten die echt leesbaar is voor een klant. Want al die, die data capteren, dat is één ding, maar ze dan ook nog... Op een duidelijke manier vertalen naar een klant, zodat die eigenlijk daarmee aan de slag kan en dat hij een duidelijk zicht krijgt op waar dat product voor staat op vlak van uh, ecologie. Dat is dan toch nog iets anders. Um, dus dat is, dat is wat de, wat de EcoScore betreft. Uh, en dat werken ze dus nog lang niet af, hè, want we hebben daar al veel voor gedaan, maar daar is nog, er ligt nog heel veel werk op de plank. Um, maar daarnaast zijn er ook echt wel nog veel meer initiatieven uh, rond duurzaamheid die we, die we nemen. Bijvoorbeeld, um, onze Magic Star appelen, bijvoorbeeld. dat zijn appelen die geteeld zijn in een intensieve samenwerking. samen met de lokale boeren, eigenlijk. Mm -hmm. Uh, enerzijds en anderzijds proberen we van die appelen eigenlijk zoveel mogelijk ook de reststromen te gaan gebruiken. Dus wat we niet als gewone appel kunnen verkopen, dat verwerken we dan in appelcake uh, of appelchips uh, bijvoorbeeld. Of ook uh, ons avocado-verhaal. Uh, bij de avocados brengen we nu een, um, een uh, natuurlijke skin aan op het product zelf, die dan eigenlijk de houdbaarheid verlengt, waardoor hij dan dus eigenlijk weer minder food waste hmm. krijgt. Uh, dat zijn ook nog allerlei andere initiatieven. Die we, die we nemen, um, ook in het algemeen onze supply chain proberen we continu eigenlijk verbeteringen aan toe te, toe te passen, om dus eigenlijk ook in het kader van die duurzaamheid, bijvoorbeeld onze klapkratten hebben we recent uh, veranderd mm. naar echt opplooibare klapkratten die dan eigenlijk ook veel minder volume innemen in de in de camions enzovoorts enzovoort en zo verder Ja, het zit de, ik denk als we zo een beetje opsommen of opzoeken, ja, dan, dan merk je dat, dat het uh, het, regen, het lijkt wel initiatieven te regenen. Hè, ja, ik was nog niet klaar. Hè. Ja, ik, dacht het, ik dacht het. Doe maar verder. Laat we maar gaan. Want ik vind het zeker boeiend. Het zijn allemaal hele concrete, praktische voorbeelden. die niet noodzakelijk dan de grote pers halen. maar die ja. gewoon intern continu bezig zijn. Ja, ja absoluut. Um, nee, er is ook de uh, Better Chicken Commitment, uh, waar we ook een voortrekkersrol nu genomen hebben, om eigenlijk ook daar weer samen met uh, de landbouwers, eigenlijk, samen met de producenten te gaan kijken van hoe kunnen we die keten nu ook gaan uh, verduurzamen. Um, ook op food waste in zijn algemeenheid proberen we wel op een structurele manier in te zetten. Die, dat verhaal van die avocado's of van die appelen, eh, dat zijn de kleinere voorbeelden, dat is tof. Maar structureel is het wel zo dat wij. Uh, Iets meer dan 97% van alle goederen in onze winkel echt verkopen aan de klant. Dus we hebben eigenlijk, we proberen ook daar via goede bestellingen en goede supply chain er alles aan te doen om zo weinig mogelijk food waste uh, te gaan genereren. En we kijken ook met verpakkingen en dergelijke dus wat dat we kunnen doen... om dan eigenlijk de food waste zowel bij onszelf als bij de klant... Uh, zoveel zo, zo mogelijk te gaan verkleinen. Of we, gaan ook, hein, we zijn ook gekend om onze receptjes die we altijd meegeven aan de klanten. Daarin gaan we ook tips geven van kijk, als je nog restjes over hebt... Hein, als je een hele kool uh, moet kopen bijvoorbeeld... Van met, die, met, met je restje kun je dan nog dit of dat gaan doen. Om eigenlijk te proberen echt op elke mogelijke manier... Eigenlijk uh, een stapje te zetten en op die manier eigenlijk stap voor stap. Uh mm -hmm. Ja, het, het, zijn, uh, het zijn stappen en, en je bent bezig en jullie um, blijven gaan. Het stukje dierenwelzijn is wel iets wat mij opvalt, hè, dat, mm -hmm. dat, dat, dat soms misschien wel onderbelicht is, dat dat, uh, dat heel fel terugkomt. Is dat iets, iets typisch voor bij jullie? Goh, bij ons is dat gewoon, dat dierenwelzijn heeft ook zijn plaats gekregen naast al die andere topics waarop dat we willen inzetten. Je hebt ons stap-voor-stap -stap verhaal, waarbij dat inderdaad zowel milieu en verpakking, die voorbeelden dat ik daarnet gaf, als gezondheid, voor de Nutri-score waar we toch ook mee bezig zijn, maar waar dat ook dierenwelzijn zijn plaats zeker krijgt. En dan nog als vierde, samenleving, ook dat is iets waar we toch ook sterk op inzetten. Dus dat dierenwelzijn is een van die vier dat echt ook wel zijn plaats gekregen heeft. Ja. En het gaat er natuurlijk... In de verhalen die naar boven komen, ja, en in die initiatieven die we nemen, moeten we keuzes mm -hmm. maken. Maar uh, waar mogelijk gaan we zeker ook uh, die kaart van dat dierenwelzijn uh, trekken. Mm -hmm. uh, tussen alle mogelijke opties die we hebben om de stap voor stap uh, ja. de samenleving te verbeteren. Ja, ja, want je kan natuurlijk niet alle initiatieven uh, tegelijk uitrollen nee. of tegelijk doen. Um, als we gaan kijken naar de... de, de, om de uh, we hebben het nu... Uh, uh, wat het over milieu, wat het over samenleving, wat het over dierenwelzijn. Je stipt even de vierde pijler aan, samenleving. Ja. Um, ja, bij duurzaamheid denken we nogal snel aan groen en ecologie. Uh, ja. Ja. Maar effectief, ja, uh, een, een van de mooie, uh, mooie vertalingen van duurzaamheid, ik hoorde het recent in een podcast, maar ik weet niet meer precies waar. Uh, het Zuid-Afrikaanse woord is volhoudbaarheid. Uh, ja. Ook een heel mooi woord. Uh, Um, als we naar uh, het, het samenlevingsstukje kijken, hoe, uh, waar ziet dat dan in? God, dat uit zich ook op verschillende mogelijke manieren. Enerzijds, intern bij Coruit, als bedrijf, krijgt dat wel een belangrijke plaats: het mensgerichte. Ook het belang van, van hoe dat, uh, bediende verkopers, zoals dat wij ze noemen, ook met de klanten omgaan. Uh, maar ook hoe dat mensen zich kunnen ontwikkelen, heeft altijd al uh, een heel belangrijke plaats ingenomen in ons bedrijf. Anderzijds, ook extern gericht natuurlijk. Zowel onze samenwerking met uh, landbouwers, die er vroeger al was, maar die we echt nog wel aan het intensifieren zijn. Als ook met maatwerkbedrijven hebben wij een intense samenwerking. Dat zijn toch allemaal zaken die ook een, een veruitwendiging zijn van dat stuk samenleving waar mm -hmm. we zeker uh, onze rol willen spelen. En al die, je hebt die vier verschillende pijlers. Hoe, wat ik interessant vind of, of boeiend vind, om, uh, is dat uh, jullie zijn als groep echt wel groot. Uh, nee. Echt een enorm, enorme familie van bedrijven. En, uh, dus met inderdaad heel veel uh, uh, daadkracht, uh, slaagkracht. Uh, tegelijkertijd is, uh, vind ik dat dan ook wel spannend om. Uh, hoe borg je dan in een, in een bedrijf dat zo groot is. dat dat inderdaad. Dat, uh, waar elke dag wel een nieuw initiatief ergens op popt. Hè, want mm -hmm. er zijn veel mensen, veel ideeën, veel, uh, veel energie. Uh, hoe borg jullie dan zelf een stukje dat, dat, dat stuk duurzaamheid. Dat dat, dat dat mee in de nieuwe initiatieven ingebakken wordt? Um, goh, die duurzaamheid. dat is echt iets wat. Dat, uh, ik zeg maar als je binnenkomt bij ons in de, in de gebouwen. Daar, daar staat al. Daar staat al onze slogan, onze spruk, eigenlijk vanaf dat je binnenkomt, zowel voor de bezoekers als voor de werknemers iedere dag die door de ja. poortjes gaan, dat zie je eigenlijk dat dat samenwaardig retailondernemen uh, uh, Retail ondernemen, dat dat, eigenlijk, dat dat daar eigenlijk al naar, naar voren komt. Um, daarnaast is het ook zo dat daar, dat daar wel. Uh, Specifiek ook meetings rond georganiseerd worden ook door de groep waarbij dat dan de verschillende uh, onzinjes, hè, de mm -hmm. score het laagste prijzen, laagste okay, RPCG en dergelijke, gaan samenzetten om die duurzaamheidsinitiatieven te, bes te bespreken waarbij dat elk zijn klemtonen weergeeft en waarbij dat we keuzes proberen te maken. Dus dat is iets wat dat eigenlijk echt ook wel doorleeft is in het, in het uh, bedrijf. En daarnaast zijn natuurlijk voor nieuwelingen, is het ook wel zo dat zij via allerlei opleidingen ook... Um, eigenlijk die spirit meekrijgen. Dus daar wordt ook wel heel veel aan gedaan. Mm -hmm. dat, dat, er, uh, dat dat levendig blijft en dat dat geborgd wordt. En, 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 en je, jullie hebben... Uh, Laten we zeggen, het zit in het DNA al van, van, van het allerbegin. Hè. Ooit, mm -hmm. ooit vanuit die echte kosten efficiëntie Dat is ondertussen echt wel breed. Allee, daar is het ooit uit vertrokken, maar het is breder getrokken, breed gedragen. Uh, nu tussen visie en actie, hè, daar zitten altijd uh, wat hindernissen tussen. Ja. Um, en uh, nu zei ik twee keer dat jullie heel groot zijn, maar dit dat, dat is natuurlijk een kenmerkend karakter uh, van jullie. Um, zie je voor, voor jullie als core uitgroep uh, wat zijn zo de grote uitdagingen om tussen, we hebben die duurzame visie en we, hebben daar, ja, we, hebben, we willen actie ondernemen, maar er is ook altijd een stukje. Hè, je moet keuzes maken, zoals je zelf ja. zei. Hè. Um, wat zijn zo de grote uitdagingen om van visie in actie te kunnen overgaan? Zoals je zelf al zei, eigenlijk die keuzes maken. Ja. Van, uh, we hebben het al proberen te comprimeren, wat dat duurzaamheid dan betreft, in die vier mm -hmm. pijlers. Maar dan nog zijn die allemaal ook wel echt heel belangrijk. En, en, maar je kan ook niet alles tegelijkertijd doen in, in één product dat allemaal tegelijkertijd voor is echt niet makkelijk. Het is soms beter om te zeggen: oké okay, voor dat product gaan we daar nu de klem tot. Je moet soms echt keuzes maken en ook als groep dan. Het ene je wil daar wat meer gewicht aan geven, het andere je aan iets anders. Dus het is vooral die keuzes maken die, die wel, dat wel een, een moeilijke klus is, eigenlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. En dat is dan veel praten en veel overleggen, veronderstel ik. Ja, en ook, en ook uh, maximaal ook complementair. Dat is dan het voordeel van een groep mm -hmm. te zijn, van ook maximaal complementair te zijn. En dan van te zeggen, kijk, wij willen bijvoorbeeld maximaal inzetten hierop, wij gaan daar voornamelijk voortrekker zijn. En dan kan iemand anders, een ander je op een ander niveau uh, uh, een voortrekkersrol nemen op een ander topic. Dus dan kunnen we eigenlijk op die manier het hele scala uh, dekken. Eigenlijk, ja, he. dat is mooi, want zo gaan jullie inderdaad elkaar versterken. Ja. En kan elk, laten we zeggen, het is één groep van bedrijven, maar die elk wel een eigen gezicht en eigen positionering ja. naar de markt toe hebben. Uh, en kunnen jullie. Uh, Zeggen, achterliggend gewoon samen in elkaar klikken om één, één, ja. één, één duurzaamheidsdoelstelling ja. als groep ja. te halen, ja. Ja. waar inderdaad uh, misschien bij ons en je A heel weinig verteld wordt, of minder verteld wordt, over pijler één en andersom. Ja. Ja. Dat is, uh, ja. had ik niet bekeken. Mooi. Um, als we kijken naar de, naar de toekomst, um, Jij zei het zelf, het is nog een stap-voor-stap stap verhaal en er worden mm -hmm. uh, voortdurend initiatieven genomen, maar het is kijken, zijn er uh, uh, Bepaalde grote ambities voor de groep of bepaalde grote stappen die jullie nog willen zetten? Ja, uh, zeker en vast die duurzaamheid die blijft gewoon in ons DNA gebeiteld. Um, en het is eigenlijk zo dat we voornamelijk willen voortbouwen op de topics waar dat we nu al, al intens rond, rond bezig zijn. Bijvoorbeeld die vier pijlers en gewoon de, de concrete voorbeelden die er nu al zijn, nog verder gaan uitdiepen en verbreden voor die ecoscore. We hebben dat nu gelanceerd, maar het werk is absoluut nog niet af. Dat uh, bitter chicken commitment, ook daar, we hebben dat gelanceerd, maar dat werk is absoluut nog niet af. Uh, rond verpakking en food waste, daarop inzetten bijvoorbeeld. We zijn daar al stappen aan het zetten, maar dan de best practices nog verder... Toepassen ook op andere producten, misschien, of bij andere producten op andere manieren. Dus eigenlijk willen we vooral uh, de weg die we zijn ingeslagen. Uh, absoluut verder zetten en, en daar gewoon ja, steeds verdere stappen uh, nemen om tot ons eind toe te komen. Blijven doordenken eigenlijk van de verschillende projecten en blijven doorontwikkelen. Ja. Ja. Uh, wat ook voor mij wel, uh, en ik denk ook bij, bij uitbreiding voor de jury, uh, het voelt niet als, uh, zoals je in het begin van de podcast zelf zei, het is, uh, het is geen tijdelijk project of een, of een tijdelijke nee. hype waar we dan plotseling wat extra tijd en middelen voor reserveren. Nee, het is iets waar we vandaag van dag nul mee bezig waren. Uh, maar dat nu gewoon maatschappelijk wat meer aandacht vangt ja, uh, dan, het, dan het voorheen deed. Ja. Um, en het is gewoon uh, blijven doorwerken. <clears throat> um, als we dan kijken uh, naar, uh, um, naar de wereld hè, uh, en naar de wereld uh, waar wij als, uh, als Team Retail uh, elke, uh, elke dag naar kijken. Um, uh, Laten we zeggen, de toekomst van duurzaamheid voor Corre, Het is gewoon de weg die ingeslagen is. Blijven inzetten, de initiatieven blijven doorontwikkelen, blijven gaan. Um, en altijd een stukje beter doen. Um, ik denk, zoals wij naar de toekomst kijken, ja, duurzaamheid is een, uh, een uh, ja, omdat het maatschappelijk zo gedragen is onder is mm -hmm. dank, een extreem belangrijk aspect als retailer. Uh, om over na te denken en uh, actief en bewust mee bezig te zijn. Uh, omdat uh, op een bepaald moment. Uh, uh, dat de norm is en wordt en ja. moet zijn. En dat als je niet mee bent, dat je klanten je links laten liggen. Ja. Uh, en dat ik denk dat dat sneller op ons af zal komen dan dat mogelijk is. Oh, uh, of dat we denken, als we kijken naar de toekomst van retail bij uitbreiding. Uh, dan ben ik altijd benieuwd als we een gast in de podcast hebben um, wat uh, zijn of haar visie erop is. Dus bij deze ben ik benieuwd naar jouw visie, ja. Liesbeth. <laughs> Wel, het is zo, um, wat retail in zijn algemeenheid betreft, het is zo dat er eigenlijk heel veel beweegt uh, op dit moment. Hè. Um, de markt is absoluut niet hetzelfde als toen ik er tien jaar geleden uh, in startte. Er zijn veel meer concurrenten, er zijn ook veel meer kanalen uh, die, die, die zijn opgepopt, uh, bijvoorbeeld het gegeven van altijd boksen uh, of uber iets. Mensen gaan, gaan op alle mogelijke manieren eigenlijk gaan consumeren. Uh, wat zeker heel begrijpelijk is en, en terecht is uh, vanuit de nood aan convenience. Anderzijds als je dan toch weer... Dus in dat opzicht is dat wel een, een heel challenging wereld waar nee. we nu uh, in zitten. En anderzijds als je dan weer het bruggetje maakt naar die duurzaamheid. Dus enerzijds moet je daarin mee vanuit die convenience voor een klant die dat ergens een stuk wil. Maar natuurlijk vanuit duurzaamheid is daar ook iedere keer wel de trade-off ja, als we, als we allemaal massaal boksen gaan beginnen rondbrengen en dergelijke, of meer inzetten op vers en zo, van inderdaad, moet je toch je duurzaamheidsverhaal ook wel goed in de gaten houden, dat je dat, dat huwelijk goed, goed behoudt. Maar er is heel veel aan het veranderen. En uh, om te kijken hoe dat we daar op een, op een goede en duurzame manier, duurzaam, zowel van op lange termijn als duurzaam in de betekenis waaronder we hier samen zitten, mee kunt omgaan. Dat, op dat vlak is toch. Uh, is toch wel. Het uh, zijn, zijn zeer uh, innovatieve tijden, denk ja. ik. En tijden waar heel veel in beweegt en, en in het veranderen is. En heel snel beweegt. En die trade-off vind ik wel boeiend om nog heel even bij stil te staan. Um, omdat. Uh dat dat ook iets is waar ik uh, mij af en toe bij in de haren krap. Mm. We, we, um, we zijn als uh, maatschappij een hele nieuwe doelgroep aan consumenten, die um, met name bij jongere consumenten, die echt heel veel lijnsend wordt op het gebied van duurzaamheid. Wat Voor alle duidelijkheid. Ik vind het een goede zaak, maar die tegelijkertijd uh, ook wel veel lijstend wordt op het gebied van convenience, zoals je ja. ze zelf zegt. We hebben hier een tijdje geleden hier, uh, de, de test gedaan met zo'n ja. ja, Binnen de zeven minuten hadden wij de, vrijdag, de vrijdagmiddagborrel uh, ja. hier geleverd. Um, uh, we hebben het bij één keer gelaten, want anders gaan wij altijd naar de oké okay om uh. de hoek. <laughs> True point. <laughs> ja, goed. Uh, maar we hebben het wel getest en effectief ja, dat, dat werkt dat wel gewoon. Ja. Um, en je merkt dat, uh, dat, 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 dat dat hard gaat, maar dat je daar inderdaad wel gewoon ja, over die microdistributie. Oké, okay, het is dan wel met de fiets. Maar goed, die goederen moeten hier toch ook ergens in een klein magazijnje omhoog ja, raken. Ja, ja. um, toch wel veel vragen kan stellen. Um, ja, het me... wordt steeds meer dat ik hoorde inderdaad een aantal verhalen in het buitenland. Dat mensen zo gewoon van ah ja, ik heb nu zin in een, in een koud biertje. Ja. Ik heb geen koud biertje. Ah, voilà, dan komt iemand met dat koud biertje brengen. Ergens is dat begrijpelijk, maar anderzijds. Ja, mm -hmm. is toch wel wat verregaand. Nee, dan ben ik persoonlijk, uh, los van het feit dat ik dat interessante evoluties vind, uh, uh, je hebt um, uh, uh, ofwel um, reageren op, ver, op veranderend consumentengedrag, uh, ofwel consumentengedrag veranderen. Ja. Uh, ik denk dat ik een tijdje geleden ook zo omschreven heb in een post. Uh, en wat we, wat we dan, om dan heel even terug en dan ook eens aan het einde van de podcast te gaan, uh, heel even terug te wijzen naar de EcoScore: uh, dat, dat uh, uh, door het veranderen van consumentengedrag verandert komt er een hele keten in beweging. Ja. Hè? Dat, is niet, dat is met convenience ook zo. Hè? Ja. Dus op het moment dat consumenten binnen de twee minuten graag hun koude biertje in de hand hebben, dan moet er van alles veranderen en van ja. alles gebeuren, maar dan niet noodzakelijk altijd een goede. Op uh, het moment dat jullie uh, als groep consumenten bewuster laten nadenken ja. uh, over uh, welke producten ze wel of niet kiezen, op basis van de juiste criteria die effectief uh, mens, milieu, uh, samenleving, uh, dierenwelzijn, ik ben even de vier pijlers kwijt, mijn excuses, maar uh, u, op jullie vier pijlers zitten... Dan denk ik dat, uh, dat het een uh, koruitgroep uitgroep is om te blijven nadenken hoe kunnen we ook aan die veranderende wereld in convenience een antwoord bieden zonder onze duurzaamheidsdoelstellingen uit het oog te verliezen. Uh, maar dat het dan toch vooral ook kwestie is van op de dingen waar je al mee bezig bent en sterk, uh, een sterk signaal in de markt geeft ook van daarop te blijven inzetten. Want ik denk uh, dat uh, we niet mogen onderschatten welke impact die ecoscore kan hebben en bij uitbreiding uh, al hetgeen dat dan achter de schermen ook nog eens helemaal daar rond gebeurt. Uh, Um, dat misschien iets minder uh, sexy is als op binnen drie minuten met een koud biertje. Hebben. Ja. <laughs> maar voor de lange termijn. Ja, ja absoluut. <laughs> voor absoluut, de volhoudbaarheid absoluut. van de. volhoudbaarheid is soms minder sexy, maar toch <laughs> Inderdaad, wel, uh, maar toch wel uh, zeer sterk. Dus ja, uh, ja. bij deze proficiat met jullie nominatie. Ja, uh, um, ik zou uh, iedereen durven en willen aanraden uh, om voor jullie te stemmen. Bedankt. <laughs> um, en uh, bedankt ook om tot uh, in Antwerpen in de Team Retail Podcast Studio te komen. Ja. En even tijd vrij te maken. Graag gedaan. Dank je wel. Beste luisteraars, dit was hem alweer. Tot een volgende keer, tot een volgende Team Retail.